jongens, na het ontbijt heeft Mensen hem dus gedoucht. Lekker wel. Laat jullie even een paar beelden zien van hoe fantastisch hij zingt als hij doucht. Ja. Nu zijn we even onderweg naar een winkeltje waar hij een simkaart gaat kopen. Het is 50 graden buiten. Zodat hij kan PlayStationen. Ja. Dus dat is een beetje mijn dag vandaag. Alsof ik voor niks bij PlayStation ben genomen. Oh, wat ellendig dit. En het is zo warm. Nou, Nessa heeft een simkaart en zijn ijsje. Lekker koude drinken en we lopen nu weer naar het hotel. Wij zijn nu koffie aan het drinken. En wij gaan hier naar deze kop dus omkeren. En dan kan je dus kijken in de toekomst. Dan moet je zo doen. Ik weet niet zo goed hoe. Moet je zo doen. Ja? Omdraaien. En dan wachten. Ja. En dan maken we straks een foto en dan gaan we via die app kijken naar onze toekomst. Oké, er is daar een app voor. Je kan dan in je toekomst kijken. Onze kopjes zijn omgedraaid. Nu moeten we even wachten. Kijk, zo ziet mijn beker dus nu eruit. Ik heb net foto's gemaakt en ingestuurd op de app. Ik moet even 2 minuten wachten. Nou jongens, mijn voorspelling binnen. Ik heb hem al gelezen. En er staat hier dus gewoon in. Kijk, 1 keer. There is someone amongst your relatives who has to be careful because of his health problems. Kijk, Nessie. En zijn situatie wordt met de herfst beter en zijn energie gaat stijgen. Nou, het klopt wel een beetje. Ik heb alles gelezen. Zo, ik ben inmiddels op mijn kamer. Het is alweer 6 uur 's avonds. Ik weet niet waarom ik er wit uitzie, want ik ben gewoon echt heel erg getint. Ik ben echt heel erg bruin geworden. In ieder geval, ik heb vandaag dus de nieuwe blush opgedaan van Fenty. Want ik heb hem net even opgemaakt. Hij is echt zo erg gepigmenteerd. Ik deed echt een beetje op en mijn hele wang was gewoon oranje. Ik weet ook niet echt of het echt mijn kleur is. Ik weet niet. Ik denk het niet echt. Ik moest vandaag mijn haren weer helemaal opnieuw wassen en doen. Dus dat heb ik allemaal net gedaan. Ik heb even mijn make-up gedaan. En ik heb vandaag een heel ander soort jurkje aan. Ik heb een jurkje gescoord bij Cotton. Ik wil eigenlijk heel graag gewoon een beetje losse jurkjes voor deze vakantie. Want ik heb echt alleen maar van die strakke mee. En ik vind losse jurkjes eigenlijk normaal heel erg leuk. Maar ze moeten wel echt gewoon goed zitten. Vooral bij mijn lichaam. Niet elke wijde jurkje staat mij gewoon. En ik heb deze aangedaan. Ik vind de print echt zo erg mooi. Maar hij staat me echt totaal niet. De model is gewoon echt zo lelijk bij mij. Ik zat echt te kijken in de spiegel en ik dacht, oh mijn god, ik lijk gewoon wel een oma. Ik vroeg nog aan Essie, vind je deze jurk mooi bij mij? En hij is altijd wel eerlijk. En toen zei hij van, nou, ik heb je wel in een mooiere jurk gezien. Dus het ligt niet aan mij. En voordat jullie het vragen, ik heb vandaag op mijn lippen MAC Spice. Ik heb alleen de lipliner op en daarmee kleur ik mijn hele lip. Mijn haar was niet zo mooi gelukt, dus ik heb even besloten dat ik het even gewoon vast ga doen. Dus ik heb even een knotje gedaan, een paar plukjes van voren zo. Kijk, dit is dus het jurkje waar ik het over had. Ik vind de print echt heel erg mooi eigenlijk, maar ik vind het model niet zo mooi bij mij of zo. Hij is zo een beetje lomp, vind ik. Spaans. Ja, maar gewoon het model is net niet, want stel je voor, hij was iets mooier getailleerd of zo. Dat was het mooie, maar het is echt zo'n beetje zo lomp. Nee joh. Je zei net ook dat het niet echt mijn mooiste jurk was. Nee, ik moet zeggen, dat hoe mijn ogen die werden eraan, dus hoe het langer je aan. Ja, maar vind je het mooi of niet? Zeg eerlijk. Ja, ik vind het echt heel tof staan. Heel tof? Het ziet schattig eruit. Wat voor cijfer zou je me geven in dit jurkje? 8,5 zeker. Echt? Ja. Oké, okay, laat me weten in de comments of jullie dit soort jurkjes mooi vinden bij mij of niet. Ik vind niet echt dat zeg maar, mijn lichaam complimenteert. Oh, dat vind ik leuk. Kijk op een poppetje volgens Nessie. Dit is trouwens van Emine. Zij gaat morgen trouwens weg en dan laten we me 4 dagen alleen. Gelukkig heb ik Nessie niet zo'n beetje opgeknapt. Hij voelt zich ook echt beter, hè? Nou, ik heb dus gekregen van Emine zo'n bedje. En dan kan ik lekker het zwembad in. Trouwens, ik heb het nog niet verteld, maar we gaan dus uit eten. En we gaan lekker aan het strand uit eten. Een beetje aan het water, bij de watervallen. En dan gaan we lekker vis eten. Eigenlijk is het een etentje voor Emine. We hebben haar uitgenodigd voor een etentje. Ja. Want ze heeft ons heel goed geholpen deze week. En daar zijn we natuurlijk dankbaar voor. Dus zijn Nessie van, kom, we gaan haar uit eten brengen. Dus dat is een beetje de planning van vandaag. Kijk hem dan. Helemaal opgeknapt. Jelletje bij haar en zo. Lekker crème, je voelt je beter, hè? Oh, ik ben zo blij dat je beter voelt. Het was een heftige week. Ziet er zo goed uit. Leuk hoor, Nini. Kijk, Nessie moet alweer van de trappen. Zo leuk dit. Op pad met Nessie. Echt heel grappig is. Kinderen die kijken Nessie echt zo lang na van,
Wat is er mis met jouw gezicht gewoon? Oh, ik ben echt blij, man. Dat ik eindelijk lekker op stap ga met Nessie. Ze was aan het roken voor de deur, zei ze. Oh ja, ze is weer weggestuurd. Vind je van mijn jurkje? Vind je hem echt mooi? Vind je hem mooi met mijn lichaam? Ik vind hem een beetje raar zitten of zo. Ik had hem wel anders verwacht. Ja? Hoe had je, dat hij iets mooier zat, zo of zo, hè? Hij is echt zo. Zo'n stuk om net zo niet met de chauffeur praat. Hij praat zo snel. Waarom lach jij? Wat zeggen ze? Wat zeggen ze? Die man zegt, moet ik wachten? Ja? Je mag zelf weten, je mag naar huis, je mag wachten. Dus, je bent echt grappig. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Net zo met zijn bek, hè? Lala. Oh jammer dat ik net bek ben als ik binnen weg ga. Echt? Hij vraagt aan Nes of we naar de disco willen gaan hier, hè? Disco? Dat zeg ik ook. Oh, dat is disco. Wat is disco? Oh, disco! Ja, jongen. Disco? Dat is een vaartje showtje. Ik denk het niet, maar... Ik moet heel dom zijn als je het echt weet. Dank voor het kijken, dames. Ik red alsof je naar disco wil gaan. Het ziet al mooi dat we met z'n drieën dat is. Ik zou misschien net naar een bingo kunnen, zeg maar. Hoeveel energie heb ik? Ga je me missen? Ja, tuurlijk. Ik heb haar de hele week geïrriteerd, maar ze gaat me toch missen. Toen jij in het ziekenhuis was, miste ik je ook. Oh, die ene dag. Ik miste je ook, zeg je eerlijk. Ik had je nog geappt, ik mis jou. Het was wel echt gezellig, hè. Het was in het ziekenhuis, theetjes drinken en zo. Ja, 2021. Oh nee, alsjeblieft. We zijn bijna bij het restaurant, maar kijk één keer hoe mooi hier. Op beeld is het nooit zo mooi als in het echt, maar het is echt mooi. Je moet bij de entree dus een masker op doen. Nien, je moet hier een masker op doen voordat je binnen gaat. Nessie vindt het echt heel vervelend. Je hebt echt een goede keuze gemaakt. Het ziet er echt zo leuk uit. Ga je zo in. Houd niet meer op hoor. Nee? Nee, hoeft niet meer op nu. Wij hebben lekker thee besteld. Een salade. Ik heb dus vis besteld met amandelen. Ziet er echt heel goed uit. Zalm was... Oh, heeft Nessie ook zalm? Ik ben even zalm. En Nessie heeft ook zalm. Serieuze zalm hoor. Oh, dat is er echt zo goed uit. Lekker het hoor. Mm. Nou jongens, we hebben gegeten. Het was echt lekker. Ik denk dat Emine iets minder onder de indruk was. Ze houdt niet zo van vis, zijn we achtergekomen. Tenminste niet van garnalen en zo, hè. Nou, gaan we nu kebab eten. We gaan nu even naar een andere tentje. Lekker aan het water en dan gaan we even... Lekker drankjes doen en zo. Voor het geval jullie benieuwd zijn hoeveel je ongeveer moet betalen in zo'n restaurant. Dat is best wel zeg maar een chic restaurant. 46 euro was het of zo? Gaan ze dat ja. Met z'n drieën, dus dat valt echt reuze mee. Jongens, wij zijn bij het volgende restaurantje. En het is gewoon aan het water, zo mooi. Oké, luister, kijk of jullie mij een beetje hebben leren kennen deze week. Ja. We hebben een toetje. Ja, maar jullie moeten raden welke toetje denken jullie dat ik ga nemen. Oké, ik weet het al. Ik ga, dan gaan we van elkaar raden, ja? Oké, okay, dus ik ga eerst zeggen. Brownie. Oké, dat is wat jij zegt? Oké, okay, wat zeg jij weer? Ik denk wafel met ijs. Dondurma, wafel. Dat is iets met dondurma. Ja, Peri heeft het wel gelijk. Oké, nu moeten jullie die van Emine raden. Van Emine. Dat is de raarste. Zij doet sowieso de raarste. Ik denk... Bali chips de pasta, dat zei ze net. Ja, dat is wel echt iets voor jou. Iets wat niemand neemt. Nessie, wat zal ik bestellen? Oh, jij? Ik denk of... Nee, eentje. Want er kan zijn nog die andere schoenen. Oké, okay, ik zeg tiramisu. Ja, ik ook. Serieus? Ja, ja. Waar? Ik wou echt tiramisu. Ja? Weet je welke ik wou trouwens? San Sebastian cheesecake. Wat is het dan?
is een cheesecake. Ja. Maar het is een beetje luchtig. Deze, ik heb nog foto's gezien. Dat is hier, dat is deze gewoon. Nee. Je wil, het staat erboven. Ik zie dat dit anders uit. Het is zo lief. Oh ja, ja. We hebben een theetje gekregen en dan krijgen ze een heel kleine mini muffin bij. Zo schattig. Ik heb een tiramisu. En Emily ook. Zo, wij zijn net weer thuis. We hebben echt lekker op het terras gezeten. Maar we hebben zo nog een afterparty voor Emily. Want zij vindt dat we verplicht met haar moeten ezelen. Dat is dus een spel dat heet ezelen. Dus dat gaan we zo doen met z'n allen. Maar we zijn net weer terugweg. Zijn we dus langs een goudsmit gegaan. Want ik heb dus 1 jaar terug heb ik een Alanya. Let er anders niet op de slechte belichting. 1 jaar terug in Alanya heb ik dus gouden oorbellen gehaald. Van die kleintjes. En die zijn eigenlijk na 2-3 keer dragen waren ze kapot gegaan. Maar ik kon niet meer terug, want toen was ik alweer in Nederland. En toen heb ik ze eigenlijk net... hoe zeg je dat? Ingeruild. Ja, toen heb ik ze eigenlijk net ingeruild bij een andere goudsmit hier in de buurt. En ik heb deze gekozen. Van die heel simpele, kleine... ringetjes van goud. Kijk, zo zie je de oorbellen dus iets beter. Maar wat ik heel fijn vind aan deze oorbellen is dat ze niet zo fragiel zijn als de vorige. Want de vorige ging dus echt heel snel kapot. Maar deze heeft een iets stevigere slot. Dus ik denk dat deze wel iets langer meegaat, tenminste. Afscheidsfeestje met Emily. Coco, proosten. Oh, Turkish café. Zullen we wakker worden, want we willen eigenlijk als oma slapen. Zo, ik ben weer lekker op mijn kamer. Ik heb echt rode lippen gekregen, want we hebben de hele tijd zonnepit gegeten. Maar wat ik wou zeggen, Emily gaat dus morgen naar huis. Het was echt heel gezellig. En meestal zeggen ze dat je dus echt iemand leert kennen op vakantie. En ik heb echt een heel leuke tijd met Emily gehad. En ik vind het echt heel jammer dat ze morgen weggaat. We zijn hier nog even 3 dagen samen met z'n tweetjes. Met Nessim gaat het gelukkig beter. Dus dan kan ik ook even mijn ding met hem doen deze dagen. Woensdag heeft hij alweer de laatste controle, laatste consult. En daarna de volgende dag vliegen we gelijk weg. Ik ga gelijk mijn pyjama aan doen, mijn gezicht wassen en dan ga ik slapen. Morgen heel veel editen. Heel veel editen.